geweld en vervolging worden mensen gedwongen om te vluchten. Zoals Syriërs die vluchten naar buurlanden. 84% van de vluchtelingen blijft in de eigen regio. In buurlanden worden de vluchtelingen opgevangen in vluchtelingenkampen van de overheid of van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Meer dan de helft van alle vluchtelingen wereldwijd woont in steden, vaak in zeer armoedige omstandigheden. De meeste vluchtelingen blijven in buurlanden, maar er zijn vluchtelingen die vanwege hun kwetsbare situatie niet in de regio kunnen blijven. Zij komen in aanmerking voor hervestiging. De vluchtelingenorganisatie UNHCR identificeert deze kwetsbare vluchtelingen en draagt ze voor aan hervestigingslanden, waaronder Nederland. De Nederlandse overheid interviewt de voorgedragen vluchtelingen en beslist uiteindelijk wie ze uitnodigt. In Nederland kunnen zij in veiligheid een nieuw leven opbouwen. Hervestiging redt levens.